Schrijf. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 6. Dat is van maandag 8 februari tot en met zondag 14 februari. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het schrijft alsof deze week voor jou eigenlijk ineens een bepaalde situatie verandert. Het is misschien een situatie waar je al wat langer mee aan het stoeien was. Of een situatie waarbij er eigenlijk ineens iets gebeurt waarbij je denkt van... En nu kan het eigenlijk niet meer verder. Ik wil daar gewoon een verandering in maken. Ik wil gewoon een stukje meer met positiviteit naar de toekomst kijken. En er wordt dan ook van je verwacht dat je een bepaald besluit gaat nemen. Daar kan je een beetje mee wikken en mee wegen. En ik heb het idee dat het vooral ook een besluit is voor de langere termijn. Je gaat het wel nu nemen, maar het lijkt niet meteen hele grote gevolgen te gaan hebben. Maar je weet wel dat het je in de toekomst iets gaat brengen. Dus deze week lijkt vooral voor jou een soort ommekeer te zijn. Dat je voor jezelf besluit dat je een verandering wil in je leven, omdat je ergens niet helemaal meer tevreden mee bent. En je gaat er dan ook daadwerkelijk meteen aan de slag mee. Het kan alleen zijn dat de uitwerking daarvan misschien nog wel iets langer op zich gaat laten wachten. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.